Meester Jaap wil boerenkool. Laatste zin, zegt meester Jaap. Hij dicteert: volgende week worden wij verrast met een kerstdiner. Oh nee, kreunt Daan zachtjes. Wat is er? Vraagt meester Jaap. Hou je niet van een kerstdiner? Jawel, meester, maar niet als ik het moet opschrijven. Wat een dom woord. Meester Jaap knikt instemmend. Schrijf het nou maar op met een R aan het eind. Dan zijn we tenminste klaar met dat stomme dictee. Daan zucht en kalkt iets in zijn schrift. Pennen neer, schriften dicht, zegt meester Jaap. En die gaat op de rand van zijn tafel zitten. Volgende week vieren we met onze groep Kerstmis. Ik zou het fijn vinden als er kinderen zijn die muziek maken, een toneelstukje doen of een dansje. Benjamin steekt zijn vinger op. Meester, wat eten we? Voor meester Jaap kan antwoorden, brult iedereen door elkaar. Pannenkoeken, kalkoen, patat, hamburgers, worstjes, frikandellen, ijstaart. Als het eindelijk weer stil is, zegt meester, we eten boerenkool met worst. Het blijft even stil, maar dan barst iedereen weer los. Getver, belachelijk, onze meester is gek geworden. Alleen Rolf en Fatima roepen, lekker! De rest van de klas blijft protesteren. Meester Jaap friemelt even aan zijn baardje en brult, en nou is het stil! Onmiddellijk houdt iedereen op. Luister, zegt hij boos, Kerstmis is het feest van de vrede. Maar de halve wereld heeft niks te eten. En wij onszelf maar volstoppen met kalkoen en ijstaart, beetje minder mag ook wel hoor. Mirjam roept, ja maar mees, ik lust geen boerenkool. Weer gilt iedereen door elkaar. Meester klapt in zijn handen, maar het helpt niet. Dan ziet hij dat Jeroen en Rolf zitten te schateren van het lachen. De rest van de groep krijgt het ook in de gaten en langzaam wordt het weer stil. Is dit soms leuk? Vraagt meester Jaap. Ja, hikt Rolf. Kerstmis is vrede, maar wij maken ruzie over boerenkool met worst. Nou, nu kan meester Jaap de humor er ook van inzien en hij lacht. Nou, wachten jullie nou maar af. Jullie zorgen voor muziek, dans en toneel en ik zorg voor de rest. Oh ja, jullie moeten allemaal een bord, bestek en een kussen meenemen. Ook lekker, zegt Rolf. Een week later is het zover. Als de kinderen 's avonds op school komen, zijn alle tafels aan de kant geschoven. De klas is donker en in het midden staan op de vloer wel 50 brandende kaarsen. Ze gaan er in een grote kring omheen zitten. Meester Jaap vertelt een mooi verhaal. Eva, Lieke en Marlene doen een dansje en Rolf en Jeroen goochelen. Dan komt de boerenkool. Voor de kinderen die dat niet lusten, is er macaroni. Als ze naar huis gaan en elkaar een fijne kerstvakantie toewensen, zegt Benjamin. Dat was een gaaf kerstdiner, meester, met een R aan het eind.